Minister Bronte Somoharjo van Binnenlandse Zaken vindt dat het haast afgelopen jaar een heel vreemd jaar was. Hij geeft aan dat 2020 voor hem zal eindigen met veel hoogte- en dieptepunten. Tijdens een kleine jaarafsluiting van het ministerie blikte de bewindsman terug op de afgelopen periode. Voor mij persoonlijk was het een jaar met hoogte- en dieptepunten. Corona was voor ons allemaal een dieptepunt, maar ik ben mijn vader daar bijna kwijtgeraakt. Ik ben de Almachtige dankbaar dat hij er nog is. Maar velen zijn wel mensen kwijtgeraakt door corona. Wij ook zelf op het ministerie, zelfs een jonge jongen. Dat was een zware klap voor ons. Anderen hebben andere dierbaren voor het jaar 2020. Dus nogmaals voor mij een jaar met dieptepunten, waarvan bijvoorbeeld de verkiezingsuitslag schokkend was. Ik heb toen gezien dat een gedeelte van mijn volk verdeeld is. Maar ik ben een positief mens. Ik heb ook hoogtepunten meegemaakt. Dat ik het volk mag dienen in mijn ambt als minister. Dat ik deel mag uitmaken van de regering Santokki Brunswijk. Ik zie dat er weer veel mensen naar de moederpartij teruggaan, naar Pechaloor. Dus al met al meer hoogte als dieptepunten. Maar ik denk dat het tijd is om 2020 achter ons te laten. En dat we denken, hopen, bidden dat 2021 een duizendmaal beter jaar wordt als 2020. De bewindsman zegt dat vanaf zijn aantreden deze regering voor veel uitdagingen kwam te staan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt ambtenaren in dienst van de overheid. Dus wij zijn een belangrijke schakel van de regering, zegt Somoharjo. Om terug te blikken op het dienstjaar 2020. Mijn aantreden zijn we natuurlijk veel uitdagingen tegengekomen. Problemen, scheefgroei van bezoldigingen tussen ambtenaren. Onterecht heel veel ambtenaren aangenomen. Fraude zijn we tegengekomen hier. Maar aan de andere kant hebben we ook een paar oplossingen gebracht. Zo goed als alle verkiezingspersoneels uitbetaald. Ik denk dat eerste week januari, misschien vandaag al, iedereen moet zijn uitbetaald. We hebben mensen die maanden hebben gewerkt, hebben we toch op de betaalrol kunnen zetten. We zijn bezig met onze landsdienarenregistratie. Het jaar 2021 wordt een nog drukkere jaar. De president en vicepresident hebben een hoog tempo, dus wij als ministers moeten ons daaraan houden. Wij gaan quick wins doen, we gaan het implementeren van beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, zodat bezoldigingen of benoemingen van ambtenaren eerlijker gaat. En de grote dingen, public sector reform 2021, misschien vervroegd pensioen, shared service center om de mensen die geen werkplek hebben bij de private sector te zetten. Dus we hebben heel veel op het administratief rechtelijk verkeer, dat is al het verkeer tussen de ministeries, kan ik u mededelen dat mijn ministerie 30.000 stukken heeft afgehandeld de afgelopen periode. Dus we zijn aan de slag geweest en wij willen dienstbaarder zijn in het jaar 2021. Dienstbaarder als het al kan dan in 2020. Minister Bronte Somoharjo van Binnenlandse Zaken. Hij wierp een terugblik op het dienstjaar 2020.